In de nacht van 14 op 15 april 1912 gebeurt iets wat niemand voor mogelijk houdt. Tijdens haar eerste reis op weg naar New York botst de Titanic tegen een ijsberg en zinkt. Aan boord 2201 passagiers. Onder hen ook 27 Belgen. Dit is hun verhaal. In 1985, 73 jaar na de ramp, wordt het wrak van de Titanic eindelijk teruggevonden, ter hoogte van Canada. Hier, 4 kilometer onder het wateroppervlak, bewaart het schip vandaag nog altijd haar diepste geheim. Wat is er gebeurd met de Belgen aan boord? Ik begin mijn zoektocht dicht bij huis, in het beeldarchief van de VRT. Daar blijken ze nog een uiterst zeldzaam beeldfragment te bewaren van een Belg die met de Titanic is meegereisd. Ene Jules Sap uit Zwevenzeelen. Het zijn werkelijk unieke beelden. Alleen spijtig genoeg, zonder klank. Gelukkig is er ook een geluidsarchief. Daar vind ik een oud radio-interview met Jules Sap. De nacht van april, ze meegestept en we zijn van Antwerpen met Narwitsboot, dat ze zeggen, naar Engeland te varen. En van Harvey stond met een drink naar Londen. Anderen hadden weer een drink, dat schoot hem toen. Ja, de 10e april, ze hebben dan meegestept op de grote boot, met een Titanic. En ze hebben toen vertrokken, op zee neer. Op 10 april vertrekt de Titanic voor haar medentrip met aan boord Jules Sap en 26 andere Belgen. Het is op dat moment het grootste schip van de rederij White Star Line. Ik wil er graag meer over weten en trek daarom naar de geboortestad van de Titanic. We zijn hier momenteel in Belfast, de plaats waar het schip gebouwd is. Nu, achter mij zijn ze nog volop bezig aan een gloednieuw Titanic museum, maar er is binnenin nog niks te zien. En wat mij sowieso meer interesseert, is of er hier ook nog echte, oude, originele restanten zijn van de Titanic. Auteur Michael McCaughan is daarvoor de ideale gids. Ik ontmoet hem aan de rand van het droogdok waar ooit de Titanic lag. Dat dok is, echt waar, gigantisch groot. Now look at this. This is really, really impressive. You know, it took me more than 2.5 minutes to get from down there up to here. So this must have been a really, really tall ship. Yeah, yes. In a way, this is the footprint of Titanic. The ship was, I think, 882 feet 9 inches long. So this is the place where the ship was actually built? No, she came in here towards the end of her construction. The hull was built, first of all, on a huge slipway over here. There was a huge gantry surrounding the slipway. So the steel hull was built. Once she was launched, she was taken away over there, roughly where those cranes are over there, to what they call the deep water wharf. And that's where the boilers were put in, the engines were put in, all the accommodation, all the cabins, all the things necessary to make that a seagoing ship were fitted at that stage. The reason for bringing the ship into the dry dock was to fit the three huge propellers. Her stern overhung the gate, and the bow was right up here. Wow. So where we're standing, Titanic bow would have been looming right over us. But why did they build such tall ships at that time? It really was a consequence of the increasing passenger trade on the North Atlantic. Bigger ships, bigger capacity, bigger profits. So they were leapfrogging each other in size. Was the Titanic a sign of the times then? Oh, absolutely. She was emblematic, I think, of Edwardian self-confidence and technology. She also
was invested with all the certainties of that time. White Star, they had decided that rather than competing in outright speed, they would compete in large size, high moderate speed, but very comfortable and luxurious ships. That was their marketing niche. She was supposed to be unsinkable. What was said at the time, and it was White Star marketing people, were using the term practically unsinkable. Others were claimed to be unsinkable or practically unsinkable as well. It was, in a sense, the sign of the misplaced confidence in the safety features of the ship. Michael wil me nog een bijzondere plek tonen. De oude kantoren van Harland & Wolffs, het bedrijf dat de Titanic heeft ontworpen. Wow. Now this is really beautiful. Well, we're walking into a piece of history. Yeah. Yeah. What was this? This room? What happened in here? This is the drawing office, Harland & Wolffs drawing office. Where they drew the plans? They drew the plans for the ship. For all their ships. No, contrary to popular belief, Titanic wasn't a unique one-off ship. Oh, really? She, in fact, was the second of an intended trio of ships. What did the engineers have in mind when they were designing the ship? Well, these ships were designed to be as safe as they could possibly be in terms of the naval architecture. And in fact, at the time, they thought of making the ship its own lifeboat, so there was no plan B. So when the ship as a lifeboat failed, there were not enough lifeboats to save all on board. Yeah. White Star Line was promoting Olympic and Titanic as spacious, steady ships at sea, luxurious travel, lots of promenading space on the boat deck. They had lyrical stuff about, you know, under the stars, and you'd be sailing along and walking about. And then you don't want lifeboats in the way and cluttering up the boat deck. These are interesting plans. Drawings of the ship. Wow. And you can see the ship's profile, the four huge funnels, and then we see the upper decks. It was to be a floating palace. The whole idea was to pretend that you weren't at sea at all, but in a grand hotel which happened to be transporting you from the old world to the new world, or indeed back again. As with all things, the more money you pay, the better your accommodation. The ship reflected class systems at the time, with the rich folks up above and the poorer folks down below and the second-class passengers in between. Swimming bath, yeah. Scorched record. Court, yeah. The cargo or motor cars. This is the famous location in the Titanic film with Kate Winslet and Leonardo DiCaprio. What did it look like, first class? The first class was intended to be palatial. To us today, it might seem odd, but they drew on different periods of history for the design. So it was a very eclectic mix of styles. The first class were on the upper decks, as were the second class, who were on the upper decks but tend to the after end of the ship. And the third class were at the lower decks, at the stern, and at the bow end. But they were all at the lower levels. And you see all the third class cabins here. And some were single, some were doubles. But also on the deck below, you had what they call open berths, like a dormitory. Titanic was to embody dignity and elegance at sea, offering great steadiness at sea. In the first class, the highest luxurious appointments, second class, very comfortable, and the third class, the highest standards of accommodation for that class. Op dit prachtige schip zaten dus 27 Belgen. 27 unieke levensverhalen die het verdienen om niet vergeten te worden. Waar zal ik beginnen? In Spa. Op
Belgische bodem is er maar één gedenkteken voor een Belgische passagier van de Titanic. En dat is hier. Kijk, hier is het. Ici vécu Georges Crins, 1889 tot 1912, premier violon à bord du Titanic. Dus er was een violist aan boord van de Titanic en het was een Belg. Zouden ze hier in zijn vroegere woonplaats nog iets meer weten over die Georges Crins? Il est parti à Paris, aux environs 1910. Et alors nous n'avons plus de nouvelles, donc je ne saurais plus dire après ce qui s'est passé. Ah. Vous n'en savez pas plus. Malheureusement, je ne sais pas vous aider. Dommage. Veel wijzer word ik hier niet. Maar gelukkig ken ik nog iemand waarvan ik zeker weet dat hij mij wel zal kunnen helpen. In Antwerpen spreek ik af met Dirk Muschoot. 25 jaar lang heeft hij onderzoek gedaan naar de Belgen op de Titanic. Dirk vertelt me dat van de 27 Belgen er twee in eerste klasse reisden. Hier in de buurt van het Stadspark woonde 100 jaar geleden de familie Birnbaum. Joodse diamantairsfamilie. Die familie boerde goed. Had kantoren in New York en in San Francisco. En had 9 kinderen. En een van die 9 kinderen, Jacob, zeer beloftevolle diamantair, stapt in de familiezaak. En krijgt onder meer de opdracht om kantoren in Amerika te gaan bezoeken. En de bedoeling was dat hij met een schip van de Red Star Line naar Amerika zou gaan. Hij zou vertrekken op 6 april. Maar Pasen zit er aan te komen en de familie heeft eigenlijk liever dat hij thuis blijft. En hij doet dat ook. En hij zal dus beslissen om met een ander schip naar Amerika te gaan. En je voelt mij komen, hè. De Titanic. Ja, dicht. Er was nog een andere Belgische passagier in eerste klasse. Bertha Menet, een jonge vrouw, 24 jaar was ze, uit Elsene. Ze was een cabaretzangeres en ze had een pseudoniem, Berthe de Villiers. Was ze dan aan boord van de Titanic om te zingen? Nee, nee. Zij trad in het voorjaar van 1912 op in een cabaret in Parijs. In het publiek moet daar hebben gezeten een jonge, knappe Canadees, Quake Baxter. Die twee worden op elkaar verliefd. Quake Baxter is in Parijs met vakantie, samen met zijn moeder en met zijn zus. Maar op een zeker ogenblik moet Quake tegen haar zeggen van meisje, neem me niet kwalijk, ik moet terug naar huis. En wat zegt zij? Ik ga met je mee. Mooi. Maar wel met de Titanic. Met de Titanic. Er waren muzikanten aan boord. Mm-hmm. Zou het dan kunnen dat die Berthe ene Georges Crins ontmoet heeft, een violist? Die kans is zeer groot. Ze zullen elkaar waarschijnlijk niet hebben ontmoet op het niveau van hun logies. Want zij logeerden eerste klasse en de muzikanten zaten in de tweede klasse. Maar de kans is zeer groot dat ze elkaar hebben ontmoet in de salons, in de restaurants, in eerste klasse. Nu waren het niet alleen rijken die naar Amerika gingen. Ik neem de trein en praat er in tweede klasse met professor Gita de Nekkere over waarom veel mensen hier indertijd weg wilden. Het België waar die passagiers van vertrokken in 1912, hoe zag dat eruit? België was zoals nu een klein landje, 6 miljoen inwoners ongeveer. Maar het was een economisch reus. Het was een van de rijkste en meest dynamische naties van de wereld. Maar net als nu was de rijkdom helemaal niet gelijk verdeeld over het land. En had je een grote kloof tussen arm en rijk. Die rijke mensen die met de Titanic naar Amerika gingen, wat gingen die daar eigenlijk zoeken? Die gingen op zakenreis, die gingen vrienden en familie bezoeken. Het is een vorm van globalisering, zeker voor die rijke bevolkingsgroep, die dan ook wereldreizen begint te maken. De reis rond de wereld in 80 dagen. Jules Verne, dat is ook die tijd, hè? Die landverhuizers, waarom zijn die eigenlijk geëmigreerd? Die dachten van een beter bestaan te kunnen opbouwen in de Verenigde Staten. The land of the free, waar je meer kon verdienen. Waar je beter kon eten, waar er ook geen dienstplicht was, waar de mens veel vrijer was. Het werd echt als het beloofde land beschouwd. Het was niet voor de allerarmsten weggelegd, zo'n overtocht. Dat kostte toch wel een fortuin, hè? Omdat Vlaanderen het meest getroffen was, dus door de industrialisering, heeft dus die Vlaamse plattelandsnijverheid het hardst geleden. Dus in Wallonië had je veel meer industrie. En in Vlaanderen is die reconversie veel minder snel op gang gekomen. De Vlamingen die immigreerden, kwamen die uit bepaalde provincies? Wel, je hebt een
grote concentratie tussen Aalst en Nienhoven en ook rond Roeselare. Hoe meer mensen uit een bepaalde streek vertrokken, hoe meer mensen uit de buurt hun voorbeeld volgden. In Kerkske bij Nienhoven verkoopt Jean van Impe op 5 april 1912 zijn volledige inboedel. De verkoop is geopend. Van Impe is al eens naar Amerika geweest en komt nu zijn vrouw Rosalie en oudste dochter Catharina halen. Nog 3 jongere kinderen blijven voorlopig achter bij familie. Het gezin verkoopt haven en goed om de tickets voor de overtocht te kunnen betalen. Ze vertrekken samen met andere landverhuizers uit de streek. Van aan dit station in Haaltert vertrokken de Van Impes samen met nog 8 andere mensen met een ticket voor de Titanic richting Antwerpen. En dat was voor die mensen een ongelooflijke expeditie. Want de meesten waren zelfs nog nooit verder dan Aalst geweest. Een van hen was landbouwer Jean Scheerling. Zijn kleindochter leeft nog en woont in Haaltert. Mijn grootvader had een schappelier gekregen die hem moest geluk brengen. En daar zit een klein lieve vrouwke in die hem moest beschermen. En waar dat hij ook... Alsjeblieft. Dus dit beeldje is echt op de Titanic geweest? Dat is echt op de Titanic geweest. Vertel eens, je grootvader, hoe is die eigenlijk op de Titanic terechtgekomen? Mijn grootvader is vertrokken naar Amerika door het feit dat hij graag zou getrouwd hebben met zijn verloofde, maar zij was van een goeie thuis en hij was van een arm gezin. Zijn moeder zei altijd, als je wilt trouwen, moet je geld hebben. En hier was er geen werk. Dus zijn gedachte was, ik ga naar Amerika, ik ga daar geld verdienen en ik kom mijn lief Evelyn al. Ook Jozef van de Velde, vader van 4, koopt een ticket en sluit zich aan bij het gezelschap. Uit dezelfde streek vertrekt Theodor de Mulder. Zijn vrouw blijft achter. Ze wil later met de kinderen nakomen. Erwin de Mulder is de kleinzoon van Theodor. Hij woont nog steeds in Aspelare, van waar zijn grootvader vertrok. Grootvader is op een Titanic terechtgekomen. Grotendeels door een beetje een toeval, denk ik. In Denderatum hier verkocht een zekere van schande wel ticketten voor de Titanic. Hij wilde hier eigenlijk weg, omdat het ging hier allemaal een beetje minder goed, minder werk. Hij had nogthans al een vrouw en 2 kinderen, 3 kinderen zelfs. Maar eentje is nog gestorven een maand voordat hij vertrok. En dus al 1 maand nadat hun kind gestorven was, is hij moeten vertrekken? Ja, maar die reis... werk te gaan zoeken. Ja, maar die reis is er al geboekt geweest. Hè. Hij zal geen keuze meer gehad hebben. Wie wilde vertrekken, kon in zijn eigen dorp een ticket kopen. Klopt het dat in dit soort cafés tickets voor de Titanic werden verkocht? Dat klopt zeker. Je moet weten, een cafébaas is perfect geplaatst om de mensen in zijn dorp te kennen. Hij weet dus wie er eventueel geïnteresseerd kan zijn. In regel was de prijs voor een ticket 9 pond en 10 shilling. Dat is een goede 1000 euro vandaag. Die ticketverkoop, hoe ging dat eigenlijk precies in zijn werk? De White Star Line, hoofdzetel in Liverpool, had in België een agent. Die plaatste in verschillende regionale kranten advertenties en dan onderaan werd er verwezen naar de lokale scheepsagent. Was je uit deze regio, dan moest je bij Frans van Schandevel zijn. Kwam je uit een andere regio, dan moest je bij een andere agent zijn. Maar de beste reclame was eigenlijk verhalen die op café werden verteld. En vaak gebeurde het dat een zogenaamde Amerikaander, zoals men zei, iemand die, een Vlaming, hè, die in Amerika was geweest en die het daar had gemaakt, dus een keertje naar huis terugkwam om geld af te geven, om de rest van de familie mee te nemen naar Amerika. En zo iemand werd uitgenodigd op café om daar alleen maar positieve verhalen te vertellen. En die mannen zwaaiden met dollars. Hè. Het ging hen duidelijk voor de wind. En aan het eind van zo'n bijeenkomst, van zo'n avond, zat het café vol met zeker ook enthousiaste jonge mannen die allemaal zeiden van, als het zo zit, wij gaan ook naar Amerika. Er was nog 1 man nuchter en dat was die ticketsverkoper. Nog 5 andere jonge mannen vertrekken mee vanuit Haaltert. Filemon van Melkebeke is een landbouwer die als eerste van de familie wordt uitgestuurd om te kijken wat de mogelijkheden zijn in Amerika. Alfons de Pelsmaker, amper 16, wil naar zijn broer in Detroit. René Lieves,
een dagloner zonder werk. En tot slot Leo van den Steen en zijn broer Henri van den Steen, de twee oudste van een bakkersfamilie. Nestor is de neef van Henri en Leo van den Steen. Ik heb hier een kaartje die mijn oom gestuurd heeft naar zijn moeder. Dat was een weduwe met 8 kinderen. Morgen vroeg om 10:00 vertrekken wij richting Liverpool. Vaarwel en tot laters, Leo. Ze gingen naar Liverpool. Ik denk dat ze niet wisten waar dat ze feitelijk waren. En dat is vanuit Antwerpen gestuurd? En dat is van Antwerpen gestuurd. Uw ooms, wat gingen die in Amerika gaan doen? Onkel Henri en onkel Leo, die gingen naar Amerika om ginder een bakkerij op te starten. En nadien zou eventueel, mijn vader was van 1898, zou eventueel mijn vader ook gegaan zijn. Maar die was op dat ogenblik maar 14 jaar. Dus als uw vader toen oud genoeg was geweest, had hij waarschijnlijk ook op de Titanic gezeten? Had hij daar ook op gezeten. En zat ik hier niet. Ook niet waarschijnlijk. Net als in Oost-Vlaanderen slaat ook in West-Vlaanderen de armoede toe. In totaal kiezen 11 West-Vlamingen om met de Titanic naar Amerika te vertrekken. In West-Rozebeke, dichtbij Roeselare, gaan de drie vrienden Leo Hampen, Camille Wittevrongel en Nestor van de Wallen samen op weg. Karel van de Wallen is de neef van Nestor. Dat is de onderkeus van de onkel Nestor. Met de café, de binnenree en hier de binnengang van de slachterij. Hierboven was er een feestzaal. Het was landbouwbedrijf, was een slachterij. En dat was allemaal van uw familie? Dat was allemaal van mijn familie, van mijn oom. Ja. De onkel was ook. Dat komt ook zeggen als af en toe. Ik was dat ook zeggen. Nee, je had iets. Moet ik het aan, moest je meezen. Punt 2, je had een familie wonen. En punt 3, zijn verloofde was daar. 7 Titanic-passagiers komen uit Zwevezeelen. Dirk maakt mij duidelijk dat ze niet allemaal uit armoede vertrokken. Soms was de oorzaak een familiedrama of zelfs een caféruzie. Wat Zwevezeelen betreft valt op dat die allemaal uit haast dezelfde straat komen. Hetzelfde gehucht, de Nille. En daar heb je familie van der Planken, Jules en Raymond, die in 1906 naar Amerika vertrekken. Fremont in de staat Ohio. Ondertussen doen zich thuis een paar kleine, grotere drama's voor. Moeder overlijdt, een van hun zusjes overlijdt, Flavie. En in 1911 doet zich ook in Fremont een drama voor. Jules en Raymond gaan zwemmen en Raymond verdrinkt. En op kerstmis 1911 staat Jules van der Planken thuis op de Nille in Zwevezeelen. En zijn vader is de gelukkigste man van de wereld. Nieuw drama doet zich voor. Vader van der Planken stuikt dood langs de grindweg, lees ik in een oude krant. En de van der Planken zitten samen en ze beslissen eigenlijk van met Jules mee te gaan naar Amerika. Er is niks wat hen in Vlaanderen nog houdt. En ze pakken allemaal de Titanic. Jules van der Planken. Zijn kersverse vrouw Emilie van den Moorke. Zijn broer Leon van der Planken. Zijn zuster Augusta van der Planken. Zijn goede vriend van naast de deur, Victor van der Kruisen. Achille Walens van Ruddervoorde sluit zich bij dat groepje aan. Emma Duivenjonk gaat mee. En ook Jules Sap. Hij was betrokken geraakt bij een caféruzie. Hij was daar blijkbaar tussen gekomen in een conflict tussen een man en een vrouw. Daar zijn messen getrokken. Hij zou daar iemand hebben verwond. Enfin, het bleek vast te staan dat de politie hem zocht. En op zo'n moment leek het hem geraadzaam om de wijk te nemen naar Amerika. En dat heeft hij ook gedaan. Maar toen kwam ik kort en kort naar Zwevezeelen. En ik heb gewoon 300 naar het hoofd aan getouwd.
Ja, we zijn vertrokken met dat, maar wij willen. Tot slot vertrekken ook twee Belgen vanuit Brussel. Op de passagierslijst staat het koppel meneer en mevrouw de Messenmaker. Maar mevrouw de Messenmaker blijkt achteraf gewoon Anna de Bekker te zijn. Zij vertrok niet uit armoede of vanwege het avontuur, maar omwille van een schandaal. Dat kom ik te weten van Louis de Bekker, de achterneef van Anna en zijn zoon Jeff. Het was een leven te dieren. Beter te leven niet. Waarom is die naar Amerika vertrokken? Ja, omdat zijn dorp in Werchter misschien niet meer welkom was. De man van Anna, die had haar verraad. Ze zag waarschijnlijk dus geen uitweg. Hè. Een toevallige ontmoeting met Guillaume de Messenmaker zal een oplossing geweest hebben om eigenlijk uit de penarie te geraken. En dat klikte. En die zijn samen naar Amerika vertrokken? Ja, die zijn naar Amerika vertrokken. Want haar vader heeft nog gezegd, dat zou ik niet doen. Die wil er wel worden. En ze heeft het toch gedaan? Ze heeft het toch gedaan. Op 2 april 1912 is het zover. De Titanic wordt naar de vertrekhaven Southampton gebracht. Het is ondertussen 4 april 1912. Om 1:15 's ochtends arriveert hier de Titanic. Kijk, daar waar nu dat rode schip ligt, lag ze. En een week later zou ze van hier vertrekken. Nu, die week is volop gebruikt om bemanningsleden te recruteren. Van de 885 kwamen er 500 hier uit de buurt van Southampton. Dat wil zeggen dat die ramp hier ook diepe wonden heeft geslagen. Maar zouden er hier vandaag ook nog sporen zijn van de Belgen aan boord? John Welshman is een van de grootste Britse Titanic-kenners. Hij brengt me naar een plek in het centrum van Southampton, waar ik tot mijn verbazing plots een oude bekende tegenkom. So this is the memorial to the musicians of the Titanic. Uh-huh. And in particular we can see here the name of George Crenz. He was actually working in the Ritz Hotel in London for 2 years. Uh-huh. Interestingly, he also worked on the Carpathia, the rescue ship for the Titanic. And then he was employed in the band of musicians on the Titanic. And Crenz was part of a trio with Wallace Hartley and Rico. He was playing on the band, the famous story of the band who played on the top deck as the ship was sinking. Een van die legendarische muzikanten was dus een Belg uit Spa. En ook in een klein kerkje in de buurt vinden we nog sporen. The Titanic table, and Sven, you will see the plaque on the bottom saying who donated the table. Oh, it's in memory of the restaurant staff who were lost on the Titanic. And remember, so was this a table from the Titanic? The table was not on the Titanic. No. It was just given in memory of the restaurant staff. And one of the restaurant staff was actually Belgian. George. Really? Yeah, George Aspisla was originally from Ostend. He was 26 years old. He'd previously been working in London, and he was what was called an assistant plateman on the Titanic. What would that mean? That meant that he worked in the a la carte restaurant in first class, and he was responsible for all the crockery on board. It's good to have a name. Now I have a name that makes this alive. There's one other Belgian passenger who joined at Southampton, Mathilde Payday. Because she was already living in England. She'd married a Hungarian man, Leopold Veit, and she'd been living in Birmingham. She was originally booked on the Lusitania, but because of the coal strike, passage was delayed, and so they took tickets, unfortunately for many of them, as it turned out, on the Titanic. But not all of the Belgians boarded, though. Two were refused. They failed the medical examination. Emma Duveyonk and Henry van der Steen both failed the medical inspections because of eye problems, and eye problems were the most common cause for people failing the medical examination. So these two people were refused. Yeah, they didn't get on. And survived the disaster. Yeah, a lucky refusal for them. Yeah. The Titanic wasn't actually completely full. Carried life jackets for about 3,500 passengers and crew, but actually the number of people it was carrying was 2,201. So really, it was only 55% capacity.
We know from one of the famous passenger accounts that you might expect the departure of the biggest ship ever built would be an enormous occasion, but actually he describes it, and this is regarded as quite a convincing account, he describes it as quite a low-key occasion, its departure from Southampton. Oh, really? But the one thing which did happen was there was almost a really serious accident with another ship called the New York. Right at the moment that the Yeah, it seems ironic, Titanic really. Was leaving the harbour. Yeah. 10 april 1912. De Titanic haalt in het Franse Cherbourg en het Ierse Cap haar laatste passagiers op en begint aan de grote oversteek naar New York. De reis verloopt rustig. Tot op de avond van 14 april. Jules Sap vertelde jaren later wat er toen gebeurde. Er zijn de halen, nog een lange gedanspraat naar het voornaam dansen. Je zit in een sap, ik ben moe gaan slapen. Ik heb het bed gereed. En wakker gekomen van die schop. En hij zei, dat is niet normaal, ik heb het dan niet gehoord de eerste 2-3 dagen. Hij wist al dat er iets was dat niet juist was. Ben ik gekraagd gekomen en ik heb weer naar boven geweest met dat ding, wat dat er was. Als er de koele ging ook naar boven staan, ik weet dat ik al niet met je meer kleren aan doen. Dan mag ik weer gaan, of liever gaan, ik kan met je meer kleren aan doen. En ook ik over in Woodkamp, ik had al een keer gaan zeggen, dat mijn kameraden, die van de planken met zijn vrouwen en zijn zusteren, kan niet vergaan zeggen, het is een boot van iedereen stoel, dat kan niet vergaan. No shipbuilder would ever say a ship was unsinkable. When Titanic collided with the iceberg, the ship was opened up for a length of 300 feet. The ship was fitted with a double bottom. The iceberg actually impacted above the double bottom, so the water poured into the ship. Wat er zich juist afgespeeld heeft. Hij sprong uit zijn bed en hij stond tot aan zijn knieën in het water. En hij stond op en hij stond al met zijn voet in het water. The third class passengers at the forward end of the ship would have been the first to experience the water beginning to flood into the ship. So this is where all the poor Belgians were then? Yes, that was the first part of the ship to sink. Dan is hij direct uit zijn kajuit gelopen naar zijn buren, naar de Van Impen. Hij is daar beginnen op de deur te bonken, heeft geroepen. Kom boven, kom boven. Allee, hij heeft ze niet meer gezien. Van eigenlijk was er een hele paniek meer gehoord. Ah ja, hij roept mij, naar al de liggen in de woorden, of wel ergens anders in kwijt. Je moet je alles vervelen. Hè. Zo vlug mogelijk naar het dek gegaan. Geprobeerd met duwen en stampen voor boven te geraken. Dan was het elk voor zich. Their difficulty was that they had no direct access to the boat deck. So they had to go through second class and first class to reach the boat deck. There was no official policy of preventing them getting there, but of course you had Jobsworth and bureaucrats and no, you can't come in here and all of that sort of stuff. It was a frightening experience. So many of them couldn't speak English. They didn't know what was happening. They didn't want to be separated from each other. They didn't want to be separated from their luggage. Ze moeten die steers geweest zijn. Ja, ze wilden dus absoluut niet in een bootje stappen, omdat ze haar man dus, of haar vriend dus niet, eigenlijk niet wilden verlaten. Met de hulp van een officier hebben ze dan haar gedwongen om toch in dat bootje plaats te nemen. Bootje nummer 13, als ik het goed heb. En later is hij in bootje 15 terechtgekomen. Zij dacht haar liefde nooit meer terug te zien. Is hij in het water gesprongen? Is hij zich daar vastgehouden aan een stoel? Is hij rechtstreeks in een bootje gestapt? Ik heb daar allemaal mijn vragen bij. Dat water is ijskoud. Daar kun je niet lang in liggen. Dat heeft hij wel nog verteld. Dat hij stond te kijken, spring ik zo diep? Het is zo hoog, maar het was een goede zwemmer. En hij is gesprongen. Dan is hij in een sloep geraakt waar dat vrouwen zaten en kinderen. In principe mocht er hij niet in, maar ze hebben er hem in getrokken. Ik heb gewoon toen in het water gesprongen. En het water zijn. Mag ik klavier nemen van het een op het ander. Al de koffer gemalen en planken erop hangen en een beetje gerust. En dan weer een einde gevonden en dan tot de kinderen kan redden goed te komen. En het was een rare vrouw is. Het was, ja, ik heb het eigenlijk nooit gezien in de raar zitten hier. Ik weet niet of het gewoon nog lelijker was. Nee, ik zat hier daar juist naar de been, onder de bank.
Dat ik niet naar kijk, dat met niet. The remarkable thing is that she stayed afloat on an even keel. She sank by the head, but she went down on an even keel. She was very well designed. De ochtend van 15 april om 2:05 zinkt de Titanic. Meer dan 1500 mensen komen om. Niemand die hem nog gezien heeft. Nene zegt, ik heb hem nog in het water gezien. Maar ja, trouwens, men kon daar moeilijk overleven. Hè. Als er moeite en mogelijkheid zijn, ging ik hem graag wisten. Ja, zekerheid. Zo graag te gaan, zeker, zekerheid. Waarom denkt u dat? Omdat het zo actief was. Ik heb van mijn vader altijd over verteld dat hij daar heel moeilijk kon over praten. Hij kon aan dat verhaal beginnen, maar hij kon dat bijna nooit afmaken. Dit is Urbain Géry. Hij was een goede vriend van Erwins grootvader Theodor de Mulder. Eén enkele maal heb ik het verhaal volledig gehoord. Eén enkele maal. Het was 1:00 's nachts, klare maneschijn en de zee was heel zacht. En dan allemaal die koppen. Hè. En huil, en huil, en huil, en huil, en huil. En dat ging langzaam, langzaam weg. Lekker ze verdronken van. Eindelijk van de koude. Hoe is hij dan verder gered geworden? Ze zijn opgenomen door de Carpathia. Een boot die hem nog een trek was. De aankomst in New York, dat was ook zeer emotioneel voor hem. De boten, verschillende boten kwamen de Carpathia tegen. En dat was roepen, roepen, roepen hey, naar familieleden. Of dat er overlevenden waren. Ja. En ze zijn dus eindelijk in de haven geland. En ze zijn met 3 Belgen de laatste afgestapt. En daar hebben ze dan kleder gekregen. En geld om tot hun bestemming te geraken. Van de 27 Belgische passagiers hebben 20 het niet overleefd. De havenstad het dichtst bij de plaats van de ramp is het Canadese Halifax. Daar zet ik mijn zoektocht verder. De passagiers die bij de ramp in het water terechtkwamen, hadden geen schijn van kans. Het was zoals nu ijskoud, dat wil zeggen na hooguit 20 minuten dreven er op de zee alleen nog maar lijken. Nu toen het nieuws van de ramp aan land bekend geraakte, zijn er meteen schepen uitgestuurd om zoveel mogelijk van die lichamen te bergen. En die schepen die vertrokken van hier in Halifax. Om te weten hoe die berging precies is verlopen en of er Belgen zijn teruggevonden, heb ik een afspraak met Gary Shutlack van het archief van de deelstaat Nova Scotia. Uit een van de kluizen van het archief haalt hij een heel bijzonder pak tevoorschijn. Now, this is actually an image that was not taken on board the ship, but this is an image of the Mackie Bennett, which was the ship that recovered the bodies of the Belgians whose bodies were recovered. Okay. When the White Star Line hired the cable ship Mackie Bennett to recover bodies, by that time, obviously, the city knew. His cable ship have huge holds to hold the cable, and they were chosen because you could fill the hole with ice so that the recovered bodies could be kept on ice to keep them from decomposing too much. So on the 17th of April, the Mackie Bennett was filled, the holes were filled with ice. They took 100 coffins, as well as canvas to wrap the bodies in, and they had embalming fluid for approximately 100 bodies. But in truth, they found many more. The Mackie Bennett collected 306 bodies. Some of them were very badly damaged. No one would ever be able to recognize the bodies. So in total, there were 116 people who they decided to bury at sea. And then the remaining bodies were brought back to Halifax. Yeah.
Were there any pictures taken during the mission? A couple of people did take a few photographs on the side. What makes these so interesting is it shows you actually how they did the work. One of the crew members is actually pulling a body out of the water. It's wearing its life jacket. And then these bodies were brought on board? Brought on board, and then the next process was to start the embalming process. What they did is they gave each body a unique number. And that number was stenciled on the coffin or on the canvas bag the body was put in. But also their personal belongings were put into a bag with that same number. Even if they physically weren't together, they would be intellectually together by the number. Op 30 april kwam de Mackie Bennett aan in de haven van Halifax met de stoffelijke resten van 190 mensen aan boord. A very interesting thing happened on the 30th of April. When they knew the ship was coming up the harbor, the various churches in the city started to peal their bells. All of the buildings in the city, the flags were at half mast. Mackie Bennett came up the harbor to the coaling or flagship wharf. And this image here actually shows the wharf. Were there any Belgians identified? Yes, there were. Twee van de 190 geïdentificeerde slachtoffers waren Belgen. Gary haalt hun dossiers uit de kluis. Now, this is the body of Jacob Berbaum. We have his business cards. Now, that has writing on the back, which is bled through because, of course, the body being in the Atlantic Ocean, the ink ran. Now, here is the description of the body, the clothing, and the personal effects found on his body. Mm-hmm. Estimated age 28, dark hair, and a light gray overcoat, and blue pajamas. He was in pajamas. Because a lot of the passengers, when they were told they had to leave the ship, actually put their clothing on over their pajamas so they'd have an extra layer of clothing to keep them warm. What happened to all these? This material was returned to the family. Okay. So on the 3rd of May, they sent the body to New York to be transshipped back to Belgium. We also have Mr. Wallen's file. Every one has the same first page with the description, the clothing, and the personal effects. Estimated age 28, hair and mustache light, $25 in notes, foreign coins, watch, knife, pipe, and trouser clips. And then on the interesting thing about this, on the reverse, there are also stamps. Du gouverneur de la province de Flandre Occidentale pour le ministre d'affaires étrangères. And what's written here? It says that on the 2nd of May, a permit was issued to bury him at Fairview Lawn Cemetery in Halifax. Toch raar. Het graf van een jonge kerel uit Ruddervoorde, hier in Canada. Ik heb van Gary ook het adres gekregen van een website, de Encyclopedia Titanica, met nog meer informatie over de ramp. Van de 2201 passagiers zijn er zo'n 700 gered. De meeste daarvan reisden in eerste en tweede klasse. Er werden meer vrouwen en kinderen dan mannen gered, maar er zijn ook hele gezinnen verdronken. Er moeten zich die nacht onvoorstelbare tragedies hebben afgespeeld. Terug in België ga ik naar Dirk Muschoot om te vragen hoe het nieuws van de ramp hier werd onthaald. Hij neemt me mee naar de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Dit is de eerste jaarhelft, 1912, het laatste nieuws. En als we dan op zoek gaan naar de allereerste berichten over de ramp met de Titanic. En wat zien we? De 16e april op de tweede pagina, dus ongetwijfeld een laat bericht. Een Engelse steamer vaart tegen een ijsberg aan. Maar meteen... Alle passagiers gered. Het schip in de haven. Oh.
Er klopt geen fluit van. Echt niet? Ja. En wat interessant is, als je dan een dag later gaat, woensdag de 17e april, staat er iets op de voorpagina. Over grote zeeram. Ja. Dan zitten we op donderdag 18 april en dan moet je eens kijken naar die titel. De grootste schipbreuk aller tijden. Ja, maar dan moet je die titels. Vreselijk toneel. Hoe honderden mensen moeten zijn omgekomen. Tweede bladzijde, nog de grote scheepsramp. En dan getuigenverklaringen. Hè. Hoe het schip zonk, een ontzettend gerucht. Wij hoorden een ontzettend gerucht, de kreten van honderden schipbreukelingen die in de ijzige diepte verdwenen in die donkere zee. Dus gerucht is hier, dat is niet gerucht, maar lawaai. Gegil lawaai. Ja, ja. 18 mei, dat is toch al ruim een maand na de ramp, dat men begint te praten over het Engels onderzoek dat wordt gevoerd. Je moet dit eens lezen. Verhongerde slachtoffers. Men heeft dus weken na de ramp reddingssloepen aangetroffen op de Atlantische Oceaan en daar lagen lijken in. Het wordt al dus bevestigd dat verscheidene passagiers der Titanic dagenlang ronddreven in reddingsboten tot zij van honger omkwamen. Probeer het je voor te stellen. Twee van de in de boot liggende lijken hadden kurkstukken in de mond. Pure wanhoop. Ja, ik denk het wel. De reddingsgordels die nog in de boot lagen, waren gedeeltelijk afgeknaagd. Een bewijs dat opvarenden getracht hebben daarmede hun honger te stillen. Stel je voor. Ja, het zijn horrorverhalen. Ja. Bij hem thuis toont Dirk me ook nog iets uit zijn privéarchief. Dit is het eerste teken van leven dat Jean Scheerlink stuurt naar zijn lief. Hier zie je heel duidelijk dat die kaart is afgestempeld de dag dat hij aankomt met de Carpathia. April, de 19e, verstuurd vanuit New York. Beminde vrienden, laat ik u weten dat ik gered ben van het verschrikkelijk ongeluk van de boot te vergaan. 7 van de 27 Belgen hebben het gehaald. Bertha Menet, de cabaretzangeres, zij is opgevangen door die familie Baxter in Montreal. En zij keert in september 1912 in alle stilte terug naar Brussel. Dan had je nog Guillaume de Mesmaker en Anna de Becket. Zij overleven de ramp en zij reizen door naar Glasgow in de staat Montana, waar men de goede gemeente wijsmaakt dat zij getrouwd zijn. Wij hebben dus wel een officiële overlijdensakte van Anna de Becker. Dear wife, Anna de Becker, wife of William de Mesmaker. Dus officieel, officieel zijn vrouw. Was zijn er. Er zijn geen officiële papieren dat ze getrouwd is. Niks? Niks. Ook niet in Amerika. Ja. Dus we zullen het nooit weten of ze echt getrouwd waren of niet. En dan hebben we ook nog Mathilde Pede, de Gentse vrouw die in Engeland woonde en met haar echtgenoot Leopold Weiss onderweg was naar New York. Hij verdrinkt, zij overleeft het. Zij wordt door de autoriteiten meteen doorgestuurd naar haar uiteindelijke bestemming, Montreal. Op het ogenblik dat men zo ongeveer van plan is om haar terug te sturen, ontdekt men het lijk van haar man met in de voering van zijn jas de waardepapieren, het geld dat zij voor het vertrek daar had ingenaaid. En ze mag op slag blijven. En dan had je nog de three Titanic survivors, hè? Jules Sap, Theodore de Mulder en Jean Scheerlink. Van de drie overlevenden hebben ze dan een soort foto, een postkaart gemaakt. Weten we niet goed wat het is. En dat zijn dus eigenlijk de drie overlevenden waar wij vroeger altijd over spraken. En dat is Julius Sap, dan mijn grootvader. En dan John Scheerling, dat is die persoon van een kerksken haltert. In New York zijn ze aan land gegaan. En daar is dan, ja, alles begonnen met een zekere Somerville. Er was daar een zekere persoon, een Somerville of zoiets. Die zag daar direct, ja, misschien mogelijkheden voor geld te verdienen achterin. En die daarmee een klein beetje rondgetoerd heeft. Zo een beetje uit theaters afgaan. Voor te vertellen wat dat ze meegemaakt hadden. Maar die zag daar direct geldgewin achter. Na een maand of drie was die met dat geld dat ze verdiend waren, was die daarmee weg. Oh. En ze stonden weer nergens.
En dan is hij teruggekomen en dat was juist met de kermis te Kerksken. Hij is natuurlijk hier ontvangen met open armen, een geredde van Titanic. En een maand nadien is hij getrouwd met Evelien. Hij is dan terug naar hier gekomen. Hij heeft dan ook beslist om een café open te doen en dat noemde in de overblijvende van de Titanic. Die mensen zullen ook wel gekomen zijn om dat verhaal te horen. Hè. Maar hoe dat hij dat altijd zomaar vertelde, daar heb ik mijn twijfels toch bij. Hè. Die drie mannen zijn eigenlijk doodgewoon niks heldhaftigs. Van die Titanic in een reddingssloep gestapt. Als je dat toegaf, toen in 1912, was je niet alleen een lafaard, maar riskeerde je, of dat dacht men althans, riskeerde je een gevangenisstraf. Want het was de periode van het motto vrouwen en kinderen eerst. Wat hebben die mannen gedaan? Die hebben de plaats ingenomen van vrouwen en kinderen. Nu, niets is moeilijker dan een verhaal verzinnen en je consequent te blijven houden aan die verzonnen versie. Een jaar of 5, 6 voordat hij gestorven is, ging hij enorm gebukt met een stok. En ik vroeg, Pitch, waarom had jij zo gebukt? Waarom bukte je? Och, manneken, dat is mijn zere rug. Dat is van te lang in het water te liggen. 100 jaar geleden vertrokken Belgische passagiers van de Titanic vanaf deze kaai in Antwerpen, niet wetend wat hen te wachten stond. In de families van de slachtoffers leeft de ramp tot op vandaag voort. Mijn opa had 3 zoons. En zijn alle 3 op de leeftijd dat stuk. En dat is meegegaan, heb je gehad. Maar aan die bewerking. Dus dit ligt nu nog altijd op de bodem van de zee. Ik heb mijn vader altijd horen zeggen. Mijn moeder, dat was een streektaal hier. Al haar goudstukken en haar goud en veel geld, dat zat, is mee vergaan met haar zoon. Op een Joods kerkhof, niet ver van Antwerpen, vind ik nog 1 graf van een Belg terug. Een laatste getuige.